Het is eigenlijk vorig jaar begonnen. Toen kwam ik in één keer thuis en toen zat ik in de tuin te kijken. Toen zag ik in één keer een nest eieren midden in de tuin liggen. Ik denk, wat krijgen we nu, hè? En op een gegeven moment kwam mijn moeder één terug en die ging de doodleug opzetten. En toen kreeg ik dus 13 jongen. En dit jaar was ik in de veronderstelling, oh, de moeder is niet teruggekomen. Want ja, de plek waar die normaal zat, had ik klaargemaakt, nest klaargemaakt. Maar daar kwam die niet. En toen ging ik gras maaien en toen vloog er in één keer een eend onder de struiken vandaan. En toen had mevrouw zich een heel mooi ander plekje bedacht. Met het gevolg dat ze nu dus 9 jongen heeft. Ja, kom maar, helemaal rustig. Ja, kom maar, kom maar. Kom maar. Kom maar. En nu is de bedoeling, ja, dat zat de eerste keer, had ik ook dat probleem van de jongen kwamen uit en nu het water is hier een eindje vandaan. Dus ja, vorig jaar dacht ik, ja, ik pak maar een emmer, ik doe de jongen maar in de emmer en ik breng ze maar naar het water toe. Want als ik ze de achterdeur loszet, ja, wie weet wat er allemaal gebeurt met katten, honden, weet ik veel, want het is een aardige tippel. Dus ja, nou, het gevolg is dus dat ik ze dus in de emmer doe. En dat ik achteruit loop en naar richting water loop. En de eend loopt met een hopkabal met me mee. En ja, dan kom ik bij de sloot. En dan worden vader en moeder en de kinderen weer verenigd. Ja, daar zijn ze weer.